Nou, een hele goede morgen. Het is 5 uur, we zijn weer op de tender. Alle gekke dingen zijn weer achter ons, van Trukstad, Lowpick, vakanties, noem het maar op. We gaan beginnen. Ik heb een mooi rondje in Zeeland en we beginnen in Breda en dan een rondje Zeeland. Dus we gaan de wagen starten, alles klaarmaken en dan gaan we rijden. Wij zijn ondertussen aangekomen in Bavel, dat is bij Breda. Hier is het topplekkie, want we kunnen hier makkelijk de aanhangwagen afkoppelen, dat wist ik. Dus we koppelen de aanhangwagen af. Ik heb ze in de motorwagen staan, want ik heb 3 grote klanten in de aanhangwagen die makkelijk te lossen zijn en dan kan ik die kleinere adresjes met de motorwagen doen. Hij staat zelfs zo vol dat ik 1 palletje van de aanhangwagen staat ik in de motorwagen. Dus straks bij dat adres gaan we ook meteen even doorladen en dan kunnen we alles even knap neerzetten. We hebben de auto op de juiste plek staan. Ik zal me even binnen melden. Die balken haal ik er vast weg. We worden gelost met de heftruck. Dus dat is mooi. We hoeven er voor de rest zelf niks aan te doen. Hij pakt die 2 palletjes er even vanaf en dan kunnen we weer verder. Voel me als een vis in het water. Mooi. Nou, dat was de laatste pallet alweer. Gaat mooi vlot. Die rode pallets hoeven niet te ruilen. Dus dat is ook ideaal. Nou, prachtig. Is dat getekend? Zeker. Top. Alsjeblieft. Dankjewel. En mogen wij een bak koffie pakken? Tuurlijk. Mooi. Top. Hartstikke mooi. We hebben een bakje koffie. Alles is weer gelost. We gaan de handelingwagen even halen. Oh, oh. Dan gaan we naar de kleur. Papiertjes even doen. En we gaan nog even een keer. Soms kan moeder natuur ook even meehelpen. En vooral met de schaduw. En nu staat hij er precies zo op dat ik kan de triangel zien van mijn aanhangwagen en mijn vangmijl. En dan kan ik precies zien wanneer hij aangekoppeld zit. Moet je kijken. Zo, ik heb de spanband erachter vandaan gehaald. We komen hier voor het eerst, dus ik moest hem even melden. Nou, we hebben hier die 5 tanken. Even kijken hoe we hem gaan lossen, want het staat vrij ver achterop. Omdat de auto gewoon raag vol zat. Hoppa, dikke lange BT. Werkt mooi makkelijk, kunnen we de 2 tegelijk pakken. Even horen waar hij het wil hebben. In Etten-Leur, 2e adres, hebben we 8 pelletjes gelost vanuit de aanhangwagen. Volgende adres, dat weet ik niet. Daar ben ik nog niet eerder geweest. Dus dan weet ik niet hoe de situatie is. Heb ik even gekeken op Google. Nou, dat is al prima te doen. Dus op een industrie. Ook even gekeken of ik op een dok moet lossen. Ik zie daar deuren voor een dok. Dus dan zouden we in principe met de motorwagen voor de deur kunnen. Dus die kant gaan we op nu. Oké,
Oké, hier binnen, we moeten lossen voor olie horen, maar we moeten vers producten lossen, dus dan moet je hier een mutsje op. Hartstikke mooi, nu kunnen we naar binnen. Nou, de medewerker van dit bedrijf heeft een stapel aangepakt. Dan zet ik die tank even op elkaar, bespaart weer ruimte. Maar we hebben altijd een momentje van de waarheid. En hier hebben we er ook weer eentje. We hebben een weegschaal. Even kijken wat ik weeg. 94 kilo, schoon aan de haak. Nou, we zijn ondertussen in Oud-Gastel. We hebben de aanhangwagen aan de straatkant neergezet. Hier hebben we de pompwagen nodig. Pompwagen er even bij pakken. Ik had hem onder de stroom staan, want ik heb gistermiddag onder de stroom gezet. Dan kan hij even goed doorladen gisteravond en vanmorgen, zeg maar vandaag. Pompwagen er even bij pakken. Ik had hem onder de stroom staan, want ik heb gistermiddag onder de stroom gezet. Dan kan hij even goed doorladen gisteravond en vanmorgen, zeg maar vandaag. In verband met rijden. We hebben hier twee pallets. We lossen hier gewoon met de laadklep, dus met de eigen pompwagen. Nou, het is zo gebeurd. Moet wel even eentje omzetten, want die is voor het volgende adres, die curry. En bij het volgende adres dan laden we hem ook weer helemaal door. Zetten we alle retouren in de aanhangwagen. Dan kunnen we weer met een schone lei beginnen in de motorwagen. Zal ik hem hier een beetje neerzetten? Top. Zo is het. Tot de volgende keer. Dank je. Doei doei. Ook weer geregeld. Dan gaan we de deuren dicht doen, de klep invouwen. Dan laat ik de pompwagen in de bak staan. Ik zal het nog even recht zetten. Aanhangwagen aankoppelen en dan gaan we lekker naar Goes. Mooi stukje rijden. Helemaal mooi. We staan in Goes ondertussen. Ik heb hem voor de deur staan. We staan een beetje in een put. Dus hij loopt een beetje naar achter. Dan zet ik de voorkant zet ik allemaal helemaal omlaag. En de achterkant doe ik dan een beetje omhoog. Dat kunnen we ook met deze knop doen. Meestal doe ik het op het dashboard net zo makkelijk. Maar als we ernaast staan en je wil gewoon goed kijken of die op rijhoogte staat. Dan kunnen we deze gebruiken. Dan kan je hem aanklikken. En dan kan je omhoog en omlaag. Maar ik heb hem al redelijk in de goede hoogte staan. Dus dat is niet meer nodig. Die hangen we terug en dan gaan we naar binnen lossen. Nou, wat ik vanmorgen heb verteld is dat ik drie klanten in de aanhangwagen had staan. En waarvan het niet helemaal paste met één klant, daar zijn we nu. Dus we hebben er nu vier in de aanhangwagen, eentje voorin. Maar dat komt er goed uit, want dan kunnen we het gelijk weer even rondmaken. Dan zet ik die lege tanken zet ik weer achter in de aanhangwagen. Heb ik daar geen last meer van. Zet ik de pompwagen erin, dan heb ik geen last meer van de spullen die voorin staan. En de retouren gewoon achterin. We moeten zometeen ook weer laden, dus die ruimte hebben we ook weer nodig. Bedankt weer. En jullie ook. Tot de volgende keer. Koffie, ja, is goed. Lekker. Hey, bedankt. Doei. Doei. Nou, dat was hem. Hier heb ik geregeld. Aanhangwagen is helemaal klaar. Even een bakje koffie? Of...
Ik heb nog een mooi filmpje zo meteen met een bakje koffie. Die gaan we zo in de auto even bekijken. Maar we zijn voor nu klaar. We gaan. Ik heb nu al voorpret. Ik zei het binnen al, maar ik ga nu voor het eerst dat filmpje terugkijken. Maar ik moest daar ook al mega hard lachen. Nou, daar gaan we. We zijn vandaag aan het vloggen. En Lars, de cameraman, heeft koffie gehaald. Ja! De koffie springt eruit, jongens! Kijk het op zijn handen zitten. Oh, 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 oh. Hij is wel sportief. Skiedrot! Zijn kopje was half leeg, jongens, jongens, jongens. Oh ja, hij was wel goed. Goed getimed. Het ging net over, maar nu niet meer. Ik denk dat er wel iemand aankomt. We staan in Middelburg, we hebben hem even geschaard. Dus kunnen we de pallets uit de voorste bak pakken en meteen weer de tool meenemen. Dan hoef ik hem niet af te koppelen. Top! Nou, dat scheelt. Geen retourfusten. Voor die ook niet te laden. Kijk, dit gaat ook allemaal precies goed. Nou, zoals op de drone te zien, heb ik precies mijn ademwagen naast de weg neergezet, achteruit neergezet naast de container. En dan heb ik, nou, kunnen we zo weer doorladen. Hoef ik weer die ademwagen er niet af te koppelen. Is lekker snel. Nu ga ik twee pallets aan de kant zetten. Ik heb ook een cruiser van de Olioren. Die zet ik ook even aan de kant. En dan kunnen al het bier kan er langs. En dan kan de rest van Olioren zo meteen weer gelost worden. Zoals ik al had gezegd. Dit is die cruiser. Even aan de kant gezet. Eén rijtje gemaakt. Bier er zo meteen langs. Kunnen we dit in Burghaamsteden weer lossen. Maar ik was net even binnen, ze zijn blikjes aan het afvullen. Het zag er super tof uit. Er gingen de pijpjes in, worden bier erin gegooid. Geschonken, gegooid, kracht erop. En dan zo, zie je dat die dekseltjes erop gaan. Dus we vragen zo meteen even of we binnen mogen kijken. Kijk, onwijs leuk om te zien natuurlijk. Maar ik heb ook even gevraagd waarom die vier dunne pijpjes zijn. Dat is dus CO2. En die vier dikke, dat is bier. En dat pijpje bier gaat dus weer in die CO2 en er zit geen zuurstof in het bier. Dus zo blijft het langer goed. En dan komt er meteen tik, 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 die dekseltjes erop. En dan wordt die daar dichtgedrukt. Echt een mooi proces om te zien. Zo gaat het dus door die band heen. Als je het kan zien, condens staat gewoon op blikjes. Ze zijn ijskoud. Ja, ze komen dus rechtstreeks vanuit de ketel zo het blikje in. Kijken of ik ook zo mooi kan stapelen. Hup. Ja, ik zet hem al in het midden. Zo op de pallet. Ik begrijp dus net van Kees dat deze daar gaat naar China. Mooie reis. Kees Middelburg. Te koop in China. Nou, deze vier staan dus al klaar. Daar heb ik ruimte voor gemaakt. Dus ze kunnen zo inknallen. Ik zal de eerste zelf even met de hefdruk doen. Oh, dat is een pittig pelletje hoor. Beetje achterover. Hartstikke mooi. Ze zijn gewoon breed. Met de hand gestapeld. Het plastic blijft er wel een beetje kleven. Maar een beetje met beleid, dan komt het wel goed. Volgende.
Nou, we hebben allemaal topadressies. Nu staan we in Burghaamsteden. Kunnen we ook weer super even scharen. Hoeft de aanhangwagen er weer niet vanaf. Nou, net hebben we bier geladen. Heb ik één rij gemaakt. Dus nu kunnen we die linkerrij zo lossen. En we hebben ook toffe beelden met GoPro. Dus dat is goud. Nou, dit is de laatste pallet. Die bier van Kees die zetten we even naast elkaar. Blijft dat ook weer staan. En is het klaar voor vandaag. Dus de laatste er even afpakken en dan gaan we naar Noord-Holland. Lekker hoor, we zijn weer een mooi stuk op de terugweg. We rijden ondertussen op de A7. Nou ja, het is nou slecht weer. We hebben al een uurtje regen ongeveer, anderhalf. We hebben onderweg even pauze nog gehouden voor half uurtje. Half uurtje. Goed, ik stuur die dikke schoon aan van jacht. Nog even een klein stukje terug. 20, 25 minuten zijn we klaar. Dan ga ik nog even een keer. Vindt die mooi? Huh?